Gert-Jan, gefeliciteerd. Jij kan je nieuwe klus beginnen in de tweede divisie. Nou, we hebben een goede stap gezet vandaag, denk ik. De afgelopen weken zelfs. Maar ja, ik juich niet voordat het echt niet meer kan. Maar goed, de uitslagen vandaag die zijn wel heel erg in ons voordeel. En het moet wel heel raar lopen dat het nog misgaat. Dus niet te vroeg juichen, wel een klein feestje vandaag na deze belangrijke 3 punten. Maar nou, 100% zeker is het nog niet. Wat is er in de rust gezegd? Nou, best wel veel. er is veel gezegd, er is 3 keer gewisseld. Maar goed, iedereen wist dat het niet zo ging zoals we hadden afgesproken. En eigenlijk ging alles mis. En dan mag je blij wezen dat het 1-0 staat. Ondanks dat zij niet heel veel kansen hadden. Wij zelfs ook wel wat kansen, terwijl we slecht speelden. Ja, en we hebben gewoon afgesproken dat we compacter zouden spelen. Waardoor je meer in de duels kon komen. En iets meer strijd leveren. Ja, en dat resulteerde meteen al in 3 goals. En dat is lekker natuurlijk. Ja, het was wel heel rigoureus hè, wat de trainer deed. Als jij dat dan ziet als toekomstig trainer, denk je dan dat had ik ook zo gedaan? Nou, je zit er wel over na te denken. Ja, want het is wel een risico wat hij neemt. Dus stel dat er iemand geblesseerd raakt. Je zag met de keeper. Je kan niet meer wisselen. Maar goed, soms moet je als trainer ook wel eens risico's nemen. En je ziet vandaag dat het ook beloond kan worden. Dus soms moet je niet te angstig zijn als trainer. Dus wie weet dat het volgend jaar ook wel een keer gebeurt als het nodig is. Voor jou leuke afscheidstoernooi hoor. Nog een doelpuntje meepakken? Ja. Nou ja. Tegenwoordig mag ik de penalties nemen. Dus vroeger was ik daar niet heel, heel best in. Maar tegenwoordig schiet ik ze redelijk makkelijk binnen. Dus ja, die tellen ook. En ook nog een assist. Dus dat is lekker, ja, zeker. Op je oude dag? Ja, nou ja. Oude dag, laatste paar wedstrijden. Ja, die wil je zo goed mogelijk afsluiten. En zeker met HFC in de tweede divisie houden. En daar zijn we met z'n allen keihard voor bezig. En dat ziet er nu goed uit. Dus. Ben je bang dat je het gaat missen? Nou, dat weet ik wel zeker dat ik het ga missen. Dat zeg ik wel eens vaker tegen mensen. Vanaf dat ik geboren ben, doe je niks liever dan voetballen. Ja, dat zal volgend jaar in ieder geval een heel stuk minder zijn. En dat zal ik zeker missen, maar ik weet wel dat ik het trainersvak ook heel erg leuk vind. Dus ik krijg er iets moois voor terug. Succes met je nieuwe klus. Ja, dankjewel.